Het thema houdt in dat het vooral moet gaan over de effectiviteit van maatregelen. En dat gaat op lokale schaal binnen bewuste bodem. En meer regionale schaal kom je vaak bij wellend water uit. Dus die samenwerking met het thema is ook heel belangrijk. Effectiviteit van maatregelen gaat over het testen van systemen om te kwantificeren wat de effecten zijn. En tegelijkertijd in het veld ook dingen uitproberen. En dat gaat over maatregelen op bodemgebied, bijvoorbeeld om verdichting tegen te gaan of organische stof te handhaven. Maar het gaat ook over maatregelen die op hydrologie ingrijpen. We kijken bijvoorbeeld naar innovatieve drainagesystemen. Hoe kunnen we water zo goed mogelijk vasthouden, maar ook op tijd weer afvoeren, zodat er geen wateroverlast ontstaat. Steeds slimmer sturen op dat bodemvocht, hè, gebruik alle gegevens die we hebben. Maar ook slimme stuwen in de haarvatten van het watersysteem. Nou, waar het op een gegeven moment pas echt interessant wordt, is als we die bodem- en watermaatregelen op een gegeven moment echt samen kunnen gaan doorvoeren en kijken waar ze elkaar kunnen versterken. Dus het is niet alleen bij agrariërs, maar ook bij de waterschappen, dat die snappen wat die inzichten kunnen opleveren voor hun. En dan gaat het niet over maatregelen apart, maar ook juist om de combinaties van maatregelen op lokale en regionale schaal. Het gaat ook inderdaad om die samenwerking. En dat is waar ook Mirjam en ik elkaar binnen de ontwikkeling van waterwijze landbouw enkele jaren terug al hebben gevonden. Nou, je ziet gewoon dat je daar elkaar door kunt versterken. En dat je elkaars belangen beter ziet en ook de belangen van je stakeholders die anders zijn, dat je die samenbrengt in dat programma. En nou ja, als KWR verbreden wij ons in het waterketenonderzoek en watersysteemonderzoek. Nou, en dus Lumbriek is gewoon fantastisch om daar onze kennis aan bij te dragen.